Hoi allemaal, welkom bij Fem. In de video van vandaag wil ik het met jullie hebben over onzekerheid en social media. En je kent het waarschijnlijk wel dat je op Facebook zit en je komt op een pagina van een vriendin. En die heeft allemaal leuke reisjes gemaakt, die gaat naar allerlei super toffe feestjes. En dan denk je misschien van, oh, zo'n leven wil ik ook. En dan voel je je misschien een beetje rot. En wat je natuurlijk ook heel erg op Instagram hebt, is dat mensen foto's plaatsen van hun workout en van hun gezonde eten. En dat je dan af en toe het gevoel hebt alsof je niet goed genoeg bezig bent. En dat is heel erg zonde, want social media kan juist ook hartstikke leuk zijn. Het kan juist motiveren. Ik vind dat bijvoorbeeld super leuk op Instagram. Als ik dat soort foto's zie, dan denk ik vaak, oh ja, goed idee, ik ga ook die salade maken. Wat dan ook. Maar goed, het is ook best wel normaal om je soms een beetje onzeker te voelen door wat je van anderen ziet op social media. Vroeger had je bijvoorbeeld tijdschriften en dan zag je allemaal sterren in en die waren ver weg. En dat was heel anders dan je eigen leven. Maar op social media zie je natuurlijk heel veel van mensen net als jij en ik. En lijkt het soms daardoor dat je niet aan de standaarden voldoet. Zonde. Nou, ik ga jullie vandaag tips geven om ervoor te zorgen dat je net wat minder onzeker voelt door social media. Het allereerste wat je niet moet vergeten is dat je maar een fractie van iemands leven op social media ziet. Een foto is een momentopname, een bepaalde status is een momentopname en het zegt helemaal niks over wat die persoon de rest van de dag of de rest van zijn leven überhaupt doet. Dus bedenk je gewoon, oké, het is een momentopname, hartstikke leuk, super als iemand daar hartstikke blij mee is, maar het zegt heus niet alles over een persoon. Het tweede wat je niet moet vergeten is dat niet alles is wat het lijkt. Als iemand een selfie plaatst op Instagram, dan heeft die persoon waarschijnlijk 200 foto's genomen voordat ze die ene perfecte selfie gevonden hadden. En hetzelfde geldt eigenlijk voor alles wat iemand deelt, wat ik deel. Ik kies er natuurlijk ook voor, oh goh, ja, dit is een leuke foto, die ga ik plaatsen. Ik kies heel erg goed uit wat ik deel. En dat geldt denk ik voor bijna iedereen. Je deelt natuurlijk die ene foto waar je er hartstikke goed op staat en je deelt dat ene cijfer waar je super trots op bent. Je kiest heel zorgvuldig uit wat je deelt. En net wat ik al zei van het is maar een fractie wat je van iemands leven ziet. Daarnaast kiezen mensen heel voorzichtig wat ze delen. En daardoor lijkt vaak alles een stukje mooier dan dat het is. Niet dat er iets mis is om die super mooie foto's te delen. Maar bedenk je wel dat niet alles is zoals het lijkt. Het is niet allemaal perfect. Natuurlijk is het super leuk om veel vrienden op Facebook te hebben en om veel likes te krijgen op Instagram, veel volgers op Twitter. Hartstikke leuk. Maar uiteindelijk zeggen die virtuele volgers en die virtuele likes helemaal niks over wie jij bent. Kortom, het draait gewoon om het echte leven. En heb je leuke vrienden, heb je leuke vriendinnen, heb je misschien een leuke relatie en een gezellige familie? Dat maakt zoveel meer uit dan de aantallen die je op social media hebt. Mijn laatste tip is: probeer jezelf niet te veel met anderen te vergelijken. Natuurlijk is het supergoed als je ergens inspiratie uithaalt en als dat je een beetje motiveert om bepaalde dingen te doen. Zo heb ik dat bijvoorbeeld met sport en zullen andere mensen het wel weer met andere dingen hebben. Maar uiteindelijk ben jij je eigen persoon. Je bent uniek, je hebt je eigen kwaliteit, je hebt je eigen talenten. En je bent gewoon heel anders dan anderen. En daarom moet je ook niet het leven van iemand anders nastreven wat je op social media hebt gezien. Dus kortom, zorg gewoon dat je zelf tevreden bent met jezelf. En dat je jezelf niet te veel vergelijkt met anderen. En dan zul je zoveel positiever over jezelf denken. En dan zul je ook veel minder onzeker voelen door social media. Het is helemaal niet mijn bedoeling om negatief te zijn over social media. Want ik vind het zelf hartstikke leuk. Ik hou van Instagram, ik hou van Twitter, eventjes een beetje kijken op Facebook. Maar ik kan me voorstellen dat je soms ook zo'n gevoel hebt van, ik ben niet goed genoeg. En dat is zonde. Dus ik hoop dat ik jullie met deze tips een beetje heb kunnen helpen om ervoor te zorgen dat je dat gevoel niet krijgt. En dat je er gewoon veel plezier uit kunt halen. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. En vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei! Vandaag wil ik het met jullie hebben over een aantal lifehacks. En mocht je nou niet weten wat lifehacks zijn, Jeremy heeft al eerder een keer...